Stalen rossen, sommige zonder en andere met motor, werden bij honderden gestald in de 41ste rij die zijn bezoekers 36 nieuwe bromfietsmodellen kan tonen. Er zijn lichte, zeer praktische dingetjes bij en er zijn ook dure exemplaren met een bromradio en richtingaanwijzers. De oertijd is hier onder meer vertegenwoordigd met motorfietsen uit 1902 en 1913. Hoe de motor zich in 50 jaar heeft ontwikkeld blijkt pas als men zoiets vergelijkt met een gestroomlijnd racemonster van 1959. Opvallende nieuwtjes van de tweewielerij zijn een voor het eerst in Europa geëxposeerde Japanse motor en een vedergewicht fiets. Dit oersterke karretje weegt nog geen 3,5 kilo. Plaats kreeg hier verder een vrachtautootje omdat het nog onder de rubriek scooters valt. Onder één dak met de rij wordt de tweejaarlijkse tentoonstelling Camping 1959 gehouden, die niet minder dan 56 caravan-typen laat zien, waaronder een zeer luxueuze mobiele villa. Dit nogal prijzige geval bevat onder meer een haard, een gasfornuis en een koelkast. In tegenstelling tot de kampeerwagen die hoe langer hoe meer een comfortabel vakantieverblijf wordt, blijft de tent zichzelf. Een verblijf dus voor echte kampeerders. Ook aan hen bood de tentoonstelling Camping een ruime keus. 100 jaar geleden kreeg de gemeente Franeker van het Rijk het planetarium ten geschenke dat door de zeer geleerde wolkammer IJze IJzinga in de jaren 1774 tot 1781 werd gebouwd. IJzinga, die zijn tijdgenoten wilde bevrijden van hun bijgelovige vrees voor bepaalde astronomische verschijnselen, bracht aan het plafond van de woonkamer het planetenstelsel in beeld en een dagwijzer, die nu nog altijd het juiste jaar, de juiste dag en het juiste uur aangeeft. Franeker is terecht trots op dit wereldberoemde planetarium dat in beweging blijft dankzij een primitief raderwerk dat op zijn beurt gereguleerd wordt door een uurwerk dat wordt aangedreven door 8 gewichten. Fel in contrast met het merkwaardige kunstwerk van IJzinga is het Zeiss Planetarium in Den Haag, dat onder leiding staat van dokter Raymond, de vermaarde astronoom die met behulp van een ingenieus 94 projectietoestelletjes bevattend instrument een natuurgetrouw beeld geeft van de wondere sterrenwereld. Vervuld van stille bewondering voor de geheimen van de kosmos, keken al meer dan 1 miljoen mensen omhoog naar het hemelplafond van dit planetarium dat onlangs 25 jaar bestond. Op 1 maart ging misschien wel een tiende deel van onze bevolking, versterkt met aardig wat buitenlandse dagjesmensen, naar zee. Op deze winterse zondag zag het er tegen koffietijd al zo uit in Scheveningen. In hun jonge overmoed gaven deze 3, nadat ze hun dorst gelest hadden op een Zandvoorts terras, zich over aan de zon. En het zonnetje was kennelijk al lekker warm. In de rivierachtige mildheid van deze heugelijke dag deelden natuurlijk ook zij die al in de winter des levens gekomen zijn. Verreweg de meesten vermaakten zich als grote of als kleine kinderen op het strand. Enkele dapperen, vooral de zeer jeugdige strandbezoekers, waagden zich in de Noordzee, die nog een beetje huiverig aandeed. En zelfs voor de dieren was het een goede dag. Een zonnige zondag. Een zomerzotheid van die grillige moeder natuur. In de Boekenweek werd onze aandacht gericht op het enorme succes van een uitgave die door zijn vorstelijk karakter een nationale gebeurtenis werd. In deze week namelijk raakte bij de uitgever de eerste druk van 80.000 exemplaren uitverkocht van de herinneringen van prinses Wilhelmina. Dit zeer bijzondere boek bevat enige nog nooit vertoonde foto's uit het particulier archief van de schrijfster, zoals deze die door prinses Juliana werd gemaakt. Religieuze diepte en pure menselijkheid kenmerken deze koninklijke memoires, die in een voor Nederland ongekend hoog tempo hun tweede druk hebben bereikt.
In een Amsterdams bedrijf legden we in de week van het boek de activiteiten vast van de stille werkers die met behulp van moderne machines de laatste 3000 exemplaren van de eerste druk naaiden, in de banden hingen, inpakten en verzonden. In deze binderij gaat ieder boek nog door 20 handen voordat het geschikt is om naar de handelaar te gaan. Even snel als hier deden tot dusverre de handelaars dit werk van de hand, dat terecht de eretitel het boek van het jaar verdient. En wie eenzaam maar niet alleen in de boekenweek kocht, kreeg er nog een geschenk bij. De militaire basketbalteams van Nederland en België leverden slag in een van de houtrusthallen in Den Haag. De paar honderd toeschouwers zagen een aantrekkelijke strijd die vooral in de eerste 15 minuten zeer afwisselend was. De in lichte shirts gestoken Nederlanders gaven de Zuiderburen goed partij. Gezien de kwaliteit van de Belgen was het een echt oranje kwartiertje waarin onze soldaten elke vijandelijke treffer met een even rake worp beantwoordden. In de 5 minuten die aan de rust vooraf gingen, kregen de Belgen echter overwicht op ons vijftal dat een duidelijk gebrek aan conditie demonstreerde. Tegenover 15 Belgische scoorde Nederland in die korte periode maar 4 punten. Na de rust werden de Rode Duivels steeds sterker en het was dan ook te begrijpen dat het Nederlandse team een time-out vroeg om zich te bezinnen op een nieuwe strategie die een grote nederlaag zou kunnen voorkomen. Maar ook de Belgen hadden een tactisch onderrondje dat waarschijnlijk tot de grote zege leidde die ze tenslotte behaalden. Ondanks een paar Nederlandse tegenpunten wonnen de Belgen tenslotte deze strijd met 81 tegen 55. Op sportieve wijze troostte de Belgische militaire attaché ons vijftal met zijn nogal smadelijke verlies.